Daar zijn jullie weer. Welkom bij de tips van Eddy. Vandaag gaan we het hebben over... Sloten? Nee. Wachtwoorden. Hoe maak je nu een veilig wachtwoord? Wel, het ideale wachtwoord is lang, bevat kleine letters, hoofdletters, symbolen en cijfers. Ik zou zeggen, gebruik een volzin die makkelijk te onthouden is en die met je account of site te maken heeft, bijvoorbeeld. Gebruik zeker niet voor alles hetzelfde wachtwoord. Cybercriminelen stelen wachtwoorden op websites met een lage beveiliging en proberen datzelfde wachtwoord en gebruikersnaam te herbruiken op andere websites. Wijzig je wachtwoord ook regelmatig. Doe dit minstens om de 3 maanden. Ja, ik weet het, dat is vrij lastig als je 100 wachtwoorden of meer hebt. Hè? Ja. Wel, een praktische oplossing daarvoor is een password manager. Dat is een programma of een app dat sterke wachtwoorden voor je accounts voorziet en inloggegevens kan versleutelen om deze vervolgens in een digitale kluis te bewaren. De beste oplossing echter is 2-factor of multifactor authenticatie. 2-factor authenticatie is een stuk veiliger omdat er naast een gebruikersnaam en jouw wachtwoord ook nog een extra code ingevoerd moet worden. Vandaar de naam 2-factor authenticatie. Die code kan verkregen worden via een speciaal apparaatje met een afleesscherm of via een authenticatie-app. Op die wijze wordt inloggen een stuk veiliger, want zelfs als je wachtwoord onderschept wordt, zal de cybercrimineel nog altijd in het bezit moeten komen van die extra gegenereerde code om te kunnen inloggen. Schakel het dus overal in. Google, Facebook, Apple, Microsoft, kortom, overal. Zo. Dat is het weer al deze keer. De volgende keer ben ik er weer met meer tips.